Dames en heren, welkom terug. Mijn naam is DJ Mulroy en welkom bij vlog episode nummer 130. Vandaag gaan we het hebben over een leuk onderwerp, maar waar gaan we het vandaag over hebben? Namelijk zelfstandig wonen. Ja, dames en heren, DJ Mulroy hier weer. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wij gaan het vandaag hebben over het onderwerp waar ik het daar straks over heb gehad, namelijk zelfstandig wonen. Maar zelfstandig wonen, wat is dat? Wat is zelfstandig wonen zonder begeleiding? Dat mag niet! Echt wel? Zelfstandig wonen heeft alles te maken met je eigen keuze. Waar je woont? Waar je werkt? Je eigen financiering beheren. En je eigen vriendennetwerk. Nou, weet je wat? Ik ga het zo meteen even uitleggen. We gaan eerst eens even naar de reclame. Andy, de begeleider die ook kan schoonmaken. Zelfstandig wonen zonder begeleiding? Paniek! Paniek! Hoe kom je bij zelfstandig wonen? Het begint bij jezelf. Denk aan wat je nodig hebt en welke pad je neemt. Je kan spreken met je verwanten en eigen familie over wat voor ondersteuning je denkt nodig te hebben. Je kan ook spreken met de begeleiding als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij het koken. Zij kunnen je ondersteunen met het zoeken van een huis of werk. Misschien heb je hulp nodig met je financiering. Maak een stappenplan. Soms is het lastig om te weten waar je hulp bij nodig hebt. Gebruik daarom je netwerk. Ik wacht hoor. Ja, oké, dames en heren. Dat was het voor vandaag. Dit was episode 130 van de DJ Mulroy vlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En binnenkort komt er weer een nieuwe. En dan gaan we het hebben over je rijbewijs halen. Komt helemaal goed. Dames en heren, tot de volgende keer.